Goedendag beste kijkers, mijn naam is Monique van Herk. Dan nu weer de uitagenda voor de maand maart. Maakt u zelf een keuze uit deze tips. Op vrijdag 9 maart organiseert voetbalvereniging Hapert een kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Tref in Hapert. De beurs is voor iedereen toegankelijk van 6 tot half 8 s'avonds. De winst komt ten goede aan de jeugdafdeling van VVV Hapert. De intree is slechts 1 euro en voor kinderen gratis. Voor meer info www.vvvhapert.nl. Heeft u ook een fiets in de schuur die niet meer wordt gebruikt? Of bent u op zoek naar een stapfiets of een schoolfiets? Dan is de fietsenbeurs in Hoogeloon echt iets voor u. Op zondag 1 april kunt u tussen 12 en 3 uur 's middags terecht in de naanloop in Hoogeloon. De opbrengst voor dit jaar wordt geschonken aan show en drumfanfare Sint Joris uit Hoogeloon. Brabants grootste muzikant in zijn genre is ongetwijfeld Gerard van Maasakkers. Wie kent hem niet? Prachtige luisterliedjes met soms wat humor en soms wat nostalgie. Begeleid door zijn band De Vaste Mannen, brengt Van Maasakkers zijn nieuwe theatershow Lijflied. De show kreeg na zijn première alleen maar positieve kritieken. In Den Hert in Bladel trad hij meer dan eens op voor een uitverkochte zaal. Vandaar dat hij graag weer terugkomt op zondag 18 maart. Reserveren kan via www.denhert.nl. De Bladelse lichtstoet van carnavalsvereniging De Muggenzifters zet op zaterdag 17 maart Bladel weer een lichter laaien. Vanaf 8 uur 's avonds vertrekken de praalwagens met honderden meters lichtslang, spots en alles wat lichteffecten geeft. Voor het publiek is het genieten van de bijzondere sfeer en sprookjesachtige creaties. Meer informatie vind je op www.muggenzifters.nl. Toneelvereniging Toverkast uit Kasteren is na maanden van voorbereiding klaar om haar publiek weer een onvergetelijke avond te bezorgen. Ze spelen de klucht Te Huur, een riante zomervilla, in het gemeenschapshuis Den Oort in Kasteren. De zomervilla blijkt niet zo luxe als de advertentie belooft en allerlei problemen stapelen zich dan ook op, zoals het in een klucht meestal dan ook het geval is. Kaartjes kosten 7 euro en de uitvoeringen zijn op 10, 11, 16 en 17 maart. U kunt reserveren via toverkast@hotmail.nl. Kijk voor meer info op www.kasteren.net. Op vrijdag 9 en 16 maart presenteren de spelers van theaterklasse uit Reuzel in De Kei een aangrijpend theaterstuk waarin klinieclowns de hoofdrol spelen. Het stuk heet Schemering en beschrijft de wereld van een kind in het ziekenhuis waarin levensvragen, liefde, leed, pijn en machteloosheid naast elkaar het levenspad bewandelen. Maar door de klinieclowns krijgt het soms toch een andere wending. De aanvang is om 6:30 en de kaartjes kosten 5 euro. Meer info www.theaterklasse.nl. Op de eerste zondag van de nieuwe lente geven de zanggroepen Myrta Muuske uit de gemeente Reuzel de Mierde en Tolat uit de gemeente Bladel een gezamenlijk lente-matinee-concert. Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 25 maart vanaf 2 uur 's middags in Den Hert in Bladel. De zanggroepen worden muzikaal begeleid door een eigen combo. Het thema is lenteliedjes, of zoals je wilt, springsongs. De entree is slechts 4 euro en voor kinderen tot 12 jaar gratis. Kaartjes kun je ook reserveren via www.denhert.nl. De toneelvereniging uit Hoogemierde speelt dit jaar de doldwaze klucht De Voot en De Spoot. Dit zeer komische en herkenbare stuk wordt opgevoerd in een tot sfeervol abdijklooster omgetoverde nieuwe schakel. Kaarten inclusief consumptie kosten 7,50 en kunt u reserveren tussen 6:30 en 8 uur 's avonds op 06-23-01-9600. De speeldata zijn 10, 11, 16 en 17 maart, telkens om 8 uur 's avonds. Het nieuwe Reuzels Toneel komt op 24, 25, 30 en 31 maart met een voorstelling met de titel En toen was er kalkoen. Dit stuk speelt zich af bij de familie Mossel. Het is kerstavond en de familie is allemaal uitgenodigd voor het kerstdiner met als achterliggende gedachte het eerlijk verdelen van vaders erfenis. Of dit gaat lukken? Kunt u het zelf beste komen bekijken. De toegang is 9,50 en voor info over de kaartverkoop kunt u terecht op www.nieuwereuzelstoneel.nl. Indien u ook deze maand weer één of meerdere van deze uittips gaat bezoeken, wensen we alvast veel plezier.
Heeft u ook een tip voor de uitagenda? Stuur die dan naar deuitagenda@campertv.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!